Monique verschijnt op Instagram in een niet wat verwarde toestand. Ze zit bij Rob Petom in de kappersstoel, met een dikke kwakverf in haar koep en een doorzichtige keep aan. Ze is online gekomen omdat ze dringend hulp nodig heeft van haar volgers. Onlangs adopteerde ze samen met André Hazes een hond uit Bonieren, maar Monique slaapt niet precies wat er... De joekel staat dagelijks doodsangsten uit binnen de muren van huizen Hazes. Als Monique een ballon laat ontploffen, hangt hij nog net niet in de gordijnen. En als André zomaar zijn stoel schuift, moeten daar minstens tien Riki-sessies tegen doen knappen. De ballonnen hem denken aan straatbendes in bonieren met klapperende pistolen? Westenberg weet het niet, maar het lijkt haar verstandig dat een nijverige handoplegger hun hond tot bedaren brengt. Ik wil hem daarvan afhelpen, legt Monique uit. Een goed hart heeft die ver... wat Riki kan betekenen voor een bonaïse blaffer met enangsttoornis. Dat de levensenergie weer beter gaat stromen en dat hij meer in zijn kracht komt te staan, meldt een forum vol handopleggende hondenbedasters.